Hey mensen van Wargamer Thomas 9. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer Ace of Spades voor jullie. Oké, nu join ik het groene team weer, zoals altijd. Dit is een standaard game mode, dus ja. Ik ga proberen mijn best te doen voor jullie. Vroeger toen de game was net uit was, toen het ook nog gratis was, toen speelde ik altijd met dit wapen. Zo weet je dat ook weer. Dus ik ben er wel aardig aan gewend. Want ongeveer een jaar geleden was de gratis versie uitgegaan. En dan hebben ze hem opnieuw gemaakt op Steam. Dus dit wapen heb ik best wel vaak gebruikt. Maar ik vond het jammer dat ze er nu geld voor moesten betalen. Maar nu kan je 3 dagen gratis spelen. Dus ik dacht, waarom niet? Oké, even kijken, waar zijn die? Bitches. Hier zie ik er eentje. Oké, daar gaan we even voor rennen ook. Wat is mijn tweede? Ik heb ook nog een granaat. Dan gooi je daar gewoon een granaatje. Cool. Is hij nou dood of niet? Oh, mooie headshot. Game. Dan zie ik hier ook een. Zo, weer een headshot. Dit is nu mijn derde potje die ik speel. En het gaat op zich best lekker. Moet ik toegeven, nu al. Ik heb nu al 600 punten en ik ben pas net gejoined. En wat het doel van deze game mode is, ik moet een soort van koffertje pakken en naar je eigen base toe brengen. En hetzelfde geldt voor de vijand. Ik vraag me af waar dit ondergrondse naartoe gaat, dus dat ga ik even kijken. Zo, die heeft best wel lange gang gemaakt, zoals ik dat kan zien nu. Kijk hoor. Jeetje mien. Zou ik hem anders even naar boven toe graven? Dan kunnen jullie dat ook zien. Het is misschien iets saaier, maar het kan wel heel handig zijn. Wat? Oh, ik werd gekild door iemand die hierin zat. Dat is echt zo niet chill. Oh, je explodeert niet. Ik zie hier ook eentje. Ja. Ik weet alleen niet of dat hij bij mij hoort, die gast die boven. Het leuke aan deze game mode is wel dat je echt heel erg lang de tijd hebt om allemaal dingen te bouwen en dat soort dingen. Het gaat misschien ook een best wel lange video worden. Want er staat nog 36 minuten op de timer, op de klok. Maar ik vind het leuk om eens een keertje commentaries te doen. Zo, weer een headshot. Zo, weer een kill erbij. Ik zag hier toen het iemand lopen. Oh, door wie wordt er geschoten? Volgens mij door hem hoor. Nou, nu heb ik hem tenminste. Zij kan niet meer op mij schieten. Zo, weer een headshot erbij. Weer een headshot, dubbel kill. Ik hoor hier iemand hakken. Zo. Oh, dat is hij. Ik heb hier
blokje kapot schieten zodat ik hem wel kan zien. Maar hij is tenminste dood. En ik nu ook. Op dezelfde manier. Want er staat er hier echt veel. Ik sta nu al op de tweede plek. Oeh, dat is snel man. Kijk hoe buk je eigenlijk in deze game. Oh zo. Zo, weer eentje. Waar is onze intel eigenlijk? Wat wij moeten beschermen dus. Ik zou geen flauw idee hebben. Volgens mij gaan we echt verliezen, want hun staan al 3 punten voor van de 5. Oh, ik zag al. Ja, jij werd gesniped. Dat idee kreeg ik al meteen. Zouden ze hier nog ergens zitten? Vaak zijn ze hier in de verte. Ja, kom op. Oh, nu moet ik dit wapen even hebben. Zo, weer een headshot. Oh, ik heb geschoten. Ah, daar was ik net iets te laat voor. Wat is dan nou weer jammer, hè? Ik zie daar in de vette echt heel veel mensen zitten. Wat is groen hier bij ons? Die niet. Ja, headshot. Nice. Weer een assist. Dat is dan wat minder. Even kijken of hier nog eentje is. Hier is zeker een eentje. Zo, weer een assist. Als ze maar doodgaan, zeg ik maar. Zo, weer een headshot. Die skills van vroeger heb ik nog wel, van de oude game. Ik heb zelfs het gevoel dat het wat makkelijker is geworden. Dus laten we hier even maar een gat maken, zodat ik er wat makkelijker uit kan. Nou, Sam is ook lekker. Ik kan er ook gewoon doen. Kan ik hier wel op? Ja, gelukkig. Kijk, dit vond ik ook zo leuk aan vroeger dat je altijd in dit soort gaten kon gaan en dan andere mensen kon killen. Headshot. Maar hier zag ik ook een beetje en daar. Kijk, je had ik haar gewoon op af, dat is het handigste. Wel even reloaden. Granaatje hier gooien. Oh, iemand van hun had mij gekild. Of had hij dat gedaan die daar loopt? Ik weet het niet. Oké, kom op.
Even kijken. Dan gaan we hier naar boven toe. Zie ik daar iemand. En die had ik gewoon one shot kill. Het is relaxed dat hij al damage had. Die hield bij ons. Volgens mij. Ja, die hield bij ons. Nou, volgens mij vond hij dat niet zo leuk. Oh, ik zag hem hier net weer even. Ik kan hem eigenlijk wel killen. Oh. Ik loop headshot. Waarschijnlijk doe hem down. Ik denk het wel. En ik sta op nummer 1 gewoon. Hoe slecht kunnen die andere mensen wel niet zijn? Jeetje, minder. Zo, even hier een blokje plaatsen. En onze hele brug is gewoon kapotski. 3. Zit hier nog iemand? Nee. Oké, okay, dan gaan we weer naar boven toe. Weet je wat, zou ik hier gewoon... Oh nee, je kan hier geen torens bouwen. Dat is dan wat minder. Oké, okay, dan gaan we nu even naar boven toe. Het is wel een beetje riskant. Ik kom hier bij je zitten, als je het erg vindt. Ah, die is doodgevallen. Krappig. Weet je wat, ik ga hier eigenlijk een soort van base bouwen. Ik moet dan even weg. Zo, dan maak ik niet een schietgat. Zo, en dan gaan we even dit kapot maken. En dan maken we het zo. Oké, okay, perfect. Is hier nog iemand? Er zijn nog genoeg mensen, nieuws. Probleem moeten worden. En die heb ik ook weer. Wacht, als ik slim ben, dan ga ik gewoon dit doen. Oh, die schoot ik zelf kapot. Oké, even dicht maken. Volgens mij probeert die 1 hier naartoe te komen, maar dat zou ook wel fout kunnen zijn. Oh, die was mooi. Dat moet ik echt toegeven. Even kijken, hier zag ik er nog eentje. Hup, weer een headshot.
Okay. Moedaalt hij me wel, maar dat moet ik toegeven. Ik zat hier gewoon de hele tijd te campen. Oké, dan gaan we maar weer ter aanval. Zo, lopen, lopen. Iemand heeft dit geblokkeerd met zijn domme hoofd. Als je zo'n brug bouwt, doe dat dan wel meteen goed. Oké, zullen we nu naar dat gebouw daartoe gaan? Ah, ik zie ze hier. Oké, we gaan nu even richting boven toe. Naar dit huisje ding achterkant. Nou, iemand anders heeft hem al zo te zien. Wie? Oh, daar helemaal in de vette. Precies wanneer ik helemaal boven ben, gaat hij me killen. Oh, wat een... Wat een... Waar ben je? Zo. Payback. Dat was de fijnste payback die ik ooit heb gedaan. Jeetje, Mido. Ben ik net helemaal boven en dan gaat hij mij weer killen. Dat, ik vind gewoon dat dat niet kan. Dat kan niet, dan moet je een kogel door je hoofd krijgen. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar dat vind ik niet kunnen. Kijk, dit huisje bedoel ik. Nee, hoe komen we daar nou weer? Oké, het gaat niet zo goed meer, mensen. Jammer genoeg. See you. Zo, bam. Oké, nu kunnen we weer verder gaan. Weet je wat, ik heb eigenlijk wel zin om dit ding gewoon goed te maken. Zo. Oh, daar werd volgens mij gesniperd. Oké, dan ga ik dit in aanval. Hop. Ah, dat was echt slecht voor mij. Hij zit daar gewoon te campen, hè. Oké, waar zit je? Wat? Wat een camper zijn jullie. Wat is dit? Camper dat je bent. Lekker voor je, hè. Nu word je geschoten, hè. Ik ga gewoon een soort van. Zo. Oké, laat ik maar weer in aanval gaan. Of ik ga het toch liever even afmaken, dit ding.
So, okay. Kom maar op. We gaan een paar blauwe gastjes killen. Grenade was. Oké, dat was mijn aankondiging. Oh, wat een campus! Wat ben je nou voor een vieze, vuile camper? Ja, maar ik weet nu precies wel waar jullie zitten allemaal. Kijk, jullie zijn hier. Hup, oké. Oh my god, wat een campus. Ik ga je echt gewoon een basis bouwen, hoor. Als jullie zo gaan campen. Ja, yeah, ik ga het niet denken voor jullie bouwen hier. Goede kop. Ik wil eerst dat ik niet geraakt kan worden. Jongen. Fucking campers. Jongen, wat doe jij? Because everybody hates you. Ooh. Oh, jij hoort hier niet. Oké, kom op. Oké, laat ik hier maar een schietgat in maken. Okay, rustig, blokje voor blokje. Oh, ik word hier zo ziek van, hè. Ik zit echt overal. Oh, snel naar mijn baas. Zo, nu heb ik je gezien, hoor. Dat gaat niet voor lang design, want ik ga hier gewoon een hele basis bouwen.
Desnoods als het moet. Zo, kijk eens. We hebben verloren. Ja, leuk dat jullie weer hebben gekeken naar een video van Topogame Thomas P9. En dan zeg ik ciao!